Brenna, welkom. Lid van het eerste uur, heb ik begrepen. We zijn al een jaar of 4, 5 lid, iedere week. En heel veel verschillende gerechten, heel veel verschillende producten leren kennen in die afgelopen periode. Maar mijn man zei van, je moet nog eens een keer wild gaan koken. Dat komt goed uit, want deze kerst zit er wild in de kerstbox. Ik heb hier het menu. We gaan een hertenpeper maken. Met een mooie aardappelpuree erbij. Hertenpeper is alvast voorgegaard sous vide. Heeft 8 uur lang staan stoven op 72 graden. Dus dat is heerlijk mooi zacht vlees. En die gaan we straks alleen nog eventjes afgaren in de pan. De aardappelen staan op. Ja. Die laten we gewoon eventjes doorkoken. En wij gaan alvast verder met de groenten snijden. Wortel, een uitje, wat peterselie. Daar maken we een basissaus van. En die voegen we toe aan de hertenpeper die al als basis klaar is. Oké. Okay. Uitjes mogen erin. Helemaal goed. Die gaan we even lekker aanfruiten. Een minuutje of 3, 4. Zodat ze lekker mooi glazen beginnen te worden. Als de peen er doorheen zit, dan bak ik hem ook weer eventjes door. En dan gaan we de saus afmaken met wat aceto balsamico. Ik heb hier toevallig nog een restje wijn. Voegen we erbij en dan krijg je echt een stoofpotje smaak. Joost, heb je nog wat tips voor mij als ik wild wil gaan maken met kerst? Als je bijvoorbeeld hert gaat maken, zorg er dan voor dat het echt wild is. Dus niet gefokt. En dat proef je zeker? Dat proef je zeker, ja. Het is boterzacht vlees. Dus we doen dat hij goed onder het vocht zit. Dus wij voegen er nog wat vocht bij. Klein beetje water. Deksel gaat op de pan. Zo blijft het vocht er lekker in. We laten hem rustig doorsudderen. Prachtig mooi gegaard. Je ziet alle draadjes mooi lopen. Heerlijk gestoofd. De geur die eraf komt is ook heerlijk. Dan komt er mooi naast. Zo. Dan hebben we nog de paddenstoelen. We gaan er overheen. Ten slotte nog de salade erbij. Je hebt een prachtig gerechtje voor de kerst. Top. Ik denk dat ik hier echt mee thuis kan komen. En eindelijk een keer wild gekookt. Ja. Dat zeker. Dankjewel, Joost. We gaan proeven.